Youssef El-Jebli is streng in de leer als moslim. Hij houdt zich dan ook heel strikt aan de Ramadan. En daar heeft hij totaal geen problemen mee. Het is pittig, maar ik doe het al nu al bijna 16 jaar. Dus op een gegeven moment, natuurlijk, als je net begint, dan is het heel zwaar. Maar voor mij is het even een paar dagen even wennen. Dat ik niet per ongeluk wat ga drinken of zo. Maar voor de rest is het gewoon, het is gewoon mindset. Toch wordt er bij de Graafschap wel degelijk rekening met hem gehouden. Ja, Youssef, die ga ik in training, ga ik hem wat uithalen. En hij zal niet alle wedstrijden kunnen spelen. In ieder geval niet starten. En dat hebben we met hem doorgenomen. Daar is het zelf volledig mee eens. Omdat je zoveel wedstrijden speelt in zo weinig dagen. Ja, dan ga je helemaal kapot. Dus dan draaien we die jongen kapot dat je de ene been niet meer voor het andere kan krijgen. Je gelooft in iets, dus dan moet je het ook wel goed doen. En wij vasten van wanneer het licht begint en wanneer de zon ondergaat. En ik ben altijd blij als de maand Ramadan begint. Maar er zijn ook uitzonderingen op de regel. Als jij langer dan 80 kilometer gaat reizen, dan is de keuze aan mij of ik vast of niet vast. Maar ik weet niet welke wedstrijden er nog komen. Vitesse gaat het niet worden. Ajax is ook niet. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken hoe we dat kunnen doen. En als de trainer mij nodig heeft, sta ik er. En ik zal alles geven. Dat weet de trainer ook van mij.